Dames en heren, het zal u niet ontgaan zijn dat we zitten in een buitengewoon turbulente tijd. Er is al heel mooi gesproken over de complexiteit van waar we staan en ook de complexiteit van de klus waar we nu voor staan. Er zijn een aantal grote fundamentele oplossingen nodig en wij moeten nu zoeken in een periode die buitengewoon onzeker is en verwarrend, maatschappelijk, politiek, maar ook internationaal met een constellatie in Europa die buitengewoon onduidelijk en onzeker is, naar oplossingen die fundamenteel zijn. Dat vraagt kordaat optreden, dat vraagt draagvlak, dat vraagt juist de soort bindingen die we hier vanmiddag zo uitgebreid besproken hebben. Het zal je niet verbazen dat ik een fan ben van de polder. Ik heb eerder in een interview met een journalist gezegd dat het een fantastische uitvinding is, maar een beetje traag. Ik zou het eigenlijk iets scherper nog willen zeggen. Als er ooit een Nobelprijs wordt uitgegeven voor public governance, dan ben ik ervan overtuigd dat de uitvinding van het poldermodel na de Tweede Wereldoorlog een van de eerste gegadigden zou moeten zijn voor een Nobelprijs voor public governance. Unieke combinatie dat er een soort impliciete verwachting is dat als dat tripartiete overleg leidt tot een advies, en dat advies is unaniem, dat het min of meer in zijn geheel wordt overgenomen. Die uitvinding, die impliciete veronderstelling, in combinatie met die drieweg overleg van zowel werknemers, werkgevers als experts in de vorm van kroonleden, die uitvinding is uniek. De Sociaal-Economische Raad vormt daarmee een centrale schakel in het overleg. Maar het heeft het uiteraard ook vele decentrale varianten. Ik wil hier eigenlijk geen fundamentele verhandeling houden over waarom dat nou goed is en waarom niet. Eigenlijk alleen maar zeggen dat er nu zoveel voorbeelden zijn waar het blijkt dat een oplossing die ontstaat in een harmonisch overleg tussen belanghebbenden vele malen beter is in de lange termijn dan een oplossing die ontstaat in gevecht. Er zijn microbewijzen voor, er zijn macrobewijzen voor. Ik denk dat ons succesvolle trek over de afgelopen 40 jaar voor een belangrijk deel daarop terug te voeren is. Er is werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel op een heel aantal terreinen. Wil die polder in potentie kunnen werken, moeten er 4 factoren op zijn plaats zijn. Allereerst moeten er vragen zijn, adviesonderwerpen, onderwerpen waarvan je denkt, daar is dat die formule van die 3 cellospelers, die werkt daar goed voor. Ten tweede moet er een kabinet zijn wat vragen stelt. In de afgelopen 6 jaar is er nodige gezegd over het aantal vragen dat erin heeft opgetreden. Ik denk dat die volume van vragen op zich al indrukwekkend is. Ik heb er goed vertrouwen in, ook met het signaal wat nu juist gegeven is, dat het huidige kabinet eigenlijk zegt, kijk eens, we zetten ons maximaal in voor die agenda. Ten derde moeten sociale partners openstaan voor overleg. Ten vierde, de SER moet kunnen werken in een effectieve vorm. En die effectieve vorm moet aangepast worden, moet verbeterd worden in een evolutiezin, zoals eerder beschreven ook door Alexander. Het vergt verdere vernieuwing in de werkwijze. En laat ik een paar voorbeelden geven waar je over na zou kunnen denken. En dat gaan we ter hand nemen. Te veel is er hier een beeld ontstaan van een besloten overleg, wat losgekoppeld is van wat er speelt op straat. We moeten een vorm vinden om een of andere die afstand te verkleinen. Het zijn de vorm van de manier van proces van advisering, of überhaupt een vorm van dialoog en betrokkenheid van de maatschappij. Op dit moment hebben we al veelvuldig in de trajecten meedraaien de milieuorganisaties en consumentenorganisaties. In het advies rondom de zorg dragen patiëntenorganisaties mee. Maar meer nog moeten we kijken naar andere constituencies die mee moeten draaien in adviezen. Ton Heerts heeft al genoemd de gemeenten. Ik denk dat we daarover na moeten denken. Gemeenten, maar wat nog meer? Wat moet er nog meer passen in dat overlegmodel? Ten slotte heb ik mij in het verleden nogal eens kritisch uitgelaten over het tempo van de polder. Ik moet bekennen dat voortschrijdend inzicht toch wel een beetje heeft geleid tot inzicht dat soms, laten we zeggen, een zekere tijd nuttig is om tot rijp beraad te komen. De Zone of Potential Agreement, de ZOPA, laat zich niet makkelijk definiëren. En juist een goede besloten discussie is nodig om die te verkennen en te definiëren en tot een betere uitkomst te komen. Echter, we moeten zoeken naar vormen waarbij dat soms sneller kan. Effectiever. En die versnelling wil ik graag met u verkennen. Het gaat er uiteindelijk alleen werken als u individueel naar buiten gaat en die dialoog opzoekt met de rest van Nederland om te komen tot een goede afweging van keuzes en een duidelijke outreach naar hun eigen input. Ik geloof dat met die outreach en met die verantwoordelijkheid van u dat het zeker gaat lukken. Als het niet lukt, is het onze collectieve verantwoordelijkheid voor het falen. Als het wel lukt, is het onze collectieve verantwoordelijkheid voor het slagen. Ik wil u graag oproepen om daaraan mee te doen. APPLAUS.